Ja, dit is het rechte stuk. Topsnelheden gisteren van Lewis Hamilton hier in zijn eentje 350 km per uur. Dat is natuurlijk echt niet normaal. Dus je kan nagaan dat met de DRS dadelijk in de race worden 365, 370 wordt zelfs gehaald. Belangrijk om deze chicane met z'n allen door te komen. Nou, dat lukt niet elk jaar. Dan kom je bij de exit naar de Curva Grande, zoals ze die noemen. Ook hier ga je weer ver richting de 300 km per uur. Heb je als coureur last van die schaduwen van die bomen? Nee, dadelijk een stukje iets verder wel. Hier kan je veel uitremacties, ook hier. Zie je nogmaals een langzame chicane. Springen ze voornamelijk over die curbs. Uitkomen hier heb je nog een ouderwetse grindbak. Dus dan moet je niet te wijd gaan. Dit is Lesmo 1 en Lesmo 2. Lesmo 1, door die bomen kan het wel eens glad zijn hier bij het insturen. En dan komen ze iets wijder. Ja, je ziet het. Dankjewel, Rob. Ik heb jou ook gezien vanmorgen. Lesmo 2. Uitkomen. Belangrijk om vroeg op het gas te gaan, want hier komt die DRS-zone. Dus let op de interacties die hier te zien zijn. Heuveltje naar beneden. Nog meer snelheid richting 350 km per uur. Kom je aan bij de Ascari-chicane. Laat remmen. En hier kan je heel veel snelheid meenemen over die curbs. Ongelofelijke grip gisteren bij die Mercedes, hoe die hier doorheen ging. Uitkomen zitten ze alweer tegen de 280, 290. Hoofdje naar beneden, laatste rechte stuk. En dan misschien wel de bekendste bocht van Monza, Parabolica. Helemaal buitenom kan je hier rijden, laat in de ankers. In zijn vierde versnelling probeer je die apex te pakken aan de binnenkant. Vroeg op het gas. En we zagen gisteren rijders ook hier helemaal aan de buitenkant eruit komen. Ja, en dan krijg je hier weer een DRS-zone voor opnieuw inhaalacties. En rechtsboven is het podium. Voor straks. Dat was een rondje. Netjes.